is een junior stadslid? Nou, een junior stadslid is iemand die maakt gedichten voor Tilburgse evenementen. En ik laat mezelf horen en ik probeer nog andere meer met dichten en woorden bezig te laten zijn. En ja, dat is ook wat ik heel graag wil bereiken. En ik wil juist jongeren inspireren om wat te maken. Had je nooit gedacht dat je junior stadsdichter zou zijn? Op school wordt er wel heel veel aan poëzie gedaan met de reden. Wat is er aan vooraf gegaan aan deze verkiezing als junior stadsdichter? Nou, we zijn in Nederlandse lessen. Zijn we heel erg bezig geweest met poëzie. Dus we kregen eerst, moest je kijken wat vind je mooi, wat vind je leuk, kregen een boekje. En toen kregen we op een gegeven moment een opdracht van schrijven een gedicht over Tilburg. En dat moest de 9e klasse doen, 3e klasse. En uit elke klas werd er een winnaar gekozen. En die winnaars moesten tegen elkaar met een groepje van docenten en de rector. We hebben de 2e klasse gekozen. En die twee werden doorgestuurd naar het familietheater. En daar was een wedstrijd tussen meerdere scholen van ongeveer 9 andere kinderen. Voor elk jaar een schrijfdag of een gedichtendag wordt georganiseerd. Ik hoorde ook van jouw lerares en mentor, van Kraans, dat er heel veel aandacht besteed wordt aan het begrijpen, lezen, maar ook aan het schrijven van poëzie. Dus heel actief bezig met schrijven. 8 lessen hoorde ik, wat in mijn ogen vaak een wereld is en heel bijzonder. En jij hebt ook een rector, hè, op een school die heel erg Thomas de Jonge dans. Oud-dans. Die heel erg. Ja, vertel daar een beetje over uitgezonden. Ja, hij vindt stimuleert ons ook heel erg. Hij heeft ook in de organisatie gezeten van de nieuwe stadsdienst voor mij op de banen, zeg maar. En op school zijn we ook natuurlijk heel erg bezig met. Dichter, want we hebben ook een dichterslag gehad en ja, superleuk. Want hij heeft ook, hij was er ook natuurlijk en hij heeft ook meegekregen, want ik moest ook mijn eigen gedicht voordragen en zelfs mijn gedicht werd door muziek heb ik een heel andere manier van voordragen geleerd. En hij is hier voor ons super eigen en dat is het. Ja, ik heb dus gehoord dat op jouw school heel veel belangstelling is voor de poëzie, dat er ook veel aan gedaan wordt. Vanuit het docentenkorps. Maar merk jij ook dat er belangstelling is vanuit jouw leeftijdgenoten voor poëzie? Of heb je toch veel meer belangstelling voor andere vormen van communicatie? Ja, dat verschilt heel erg, want ieder persoon is zeg maar anders. Maar ik weet wel, ik heb vrienden en die sturen mij bijvoorbeeld gedichten om hun gevoelens te uiten, bijvoorbeeld. En dan sturen ze dan naar mij via WhatsApp en dan, ja, dat is wel een mooi iets. Ja, hun wisselen dus, als sommigen van jullie, als ik iets dramatisch meemaak of iets wat ingrijpt in hun leven, dan geven ze dan vorm aan in de vorm van poëzie en die teksten die worden dan uitgewerkt. Ja, nou, dat is prachtig. Vroeger, in meer romantische tijden, schreven jongens, mannen, die schreven dichten aan de vrouw, als het een vrouw aan hun verlangens of de aanbeten op afstand. Het hart te veroveren, andersom kan je het ook, je moet er rekening mee houden. Meisjes. Ik heb gehoord dat de meisjes die dat dus ook doen. Of jongens? Gebeurt dat nog? Dient de poëzie, kan dat de poëzie dat toen ook nog dienen? Nou, sowieso, poëzie heeft mij wel iets gebracht, want tijdens de podiumwedstrijd van het Mediatheater was er een leuk meisje. En Isa van Lierop heet ze. En daar ben ik een paar keer mee gaan chillen, zeg maar. Dat was een tumus. En ja, dat is sinds gisteren mijn vriendinnetje. Yeah.
van het lawaai. Alweer een winnaar. Kom dat zien. Maak het mee. Hier heb je plezier voor twee. Nou ja, leuk is het. En dat maakt zelf nog een tijd wel uit. De geur van suikers en nootjes en friet. Vissen van bakken, groot of niet. Oliebol en worst. Alleen met de geur van zachte stokken. Als met de kameel. De menigte op de heuvel, de beluistering enzovoorts. Als er dientjes in een blikje in de file op de straat. Opgetogen mensen, ik wil hier, ik wil daar. Mij en mijn kinderen, met ogen, die schitteren van plezier. Booster, breakdance, kat, tot en neer. Laat mijn lichaam schreeuwen, weer, weer, weer. Als mijn portemonnee dan zegt, het is op en geslaagd, dan gebruik ik mijn laatste euro voor de greep in de kast. Jammer, naar huis, het is kloot, maar waar. Terwijl de deur en de geluiden nog achterboven, in mijn ogen en in mijn hoofd, probeer ik te gaan slapen. Maar niet heus. Het paard op de nestplein staat eigenlijk niet zo vervolgd. Maar steeds als ik er langs kom, denk ik, yes, het is weer.